must declare his praise. Who could stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chain, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before him. So open up the gates, make way before the King. Is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion, the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before you. Our God is the Lamb, the Lamb that was slain. Judah.
zien zoals u ziet. God, ik kijk naar u, mijn hulp komt van u, Heer. Geef mij wijsheid, u weet wat ik moet doen. God, ik kijk naar u, mijn hulp komt van u, Heer. Geef mij visie, ik wil zien zoals u ziet. En halleluja, God regeert voor eeuwig en altijd. Halleluja. En halleluja, God regeert. En halleluja, God regeert. Goedemorgen allemaal. Goed dat jullie allemaal weer kijken. Ik ben blij dat jullie er zijn. En vandaag weer een nieuwe boodschap. En we gaan verder met betrekking tot bewegen in het Koninkrijk. En we vorige keer hebben gesproken over dat je daarin mag bewegen omdat je geschikt bent. Omdat je bedoeld bent daarin te bewegen. En vandaag zoomen we wat meer in op een specifiek onderwerp. En dat is het onderwerp van profetie. En hou je Bijbeltje maar bij de hand. En, of pak je app, want we gaan een aardig wat teksten door. En het wordt mooi, want het is een mooi iets. En misschien ken je ook wel iets van jezelf, dat sinds je kind van God bent, dat je mogelijk is, en, als je gesprek met iemand, dat je dan denkt van, ik wil je iets vertellen. Ik heb iets ontvangen voor jou. En dat doe je dan natuurlijk niet op dat moment. En dan denk je later terug van, had ik het maar gezegd, want dat was waardevol geweest voor die persoon. Of je denkt van,
je spreekt met iemand en die vertelt jou dingen en dat je denkt van, ja, dat weet ik allemaal al. Hoe kan het eigenlijk dat ik het allemaal weet? Wat voor bijzondere dingen zijn dat? Maar het kan ook daadwerkelijk dingen zijn voor de omstandigheden, voor de toekomst. Maar God geeft het om de gemeente te bouwen, maar ook om gewoon de gelovigen individueel op te bouwen. En dat is heel gaaf. En daar mogen we van genieten. En het is dus belangrijk dat we beseffen dat, dat het een heel mooi iets is. En het is belangrijk dat we beseffen dat het gewoon dat God 24/7 tot ons spreekt. En profetie is een uiting daarvan. Dat dus eigenlijk, in het tekort zouden mensen kunnen zeggen, ja, het zijn goede dingen uitspreken. Dat is absoluut ook waar. Maar er zijn veel varianten daarin. Het zijn goede dingen uitspreken. Het is ook de toekomst laten zien, dat God ons door zijn geest de toekomst laat zien. Het is ook mensen met ze opbouwen gewoon in hun leven, dat de sturing gegeven kan worden. Het is ook onderdeel van de vijfvoudige bediening, het profetie, naast de herder, de apostel, de evangelist en de leraar, om gemeente te bouwen. En Paulus prijst het ook enorm aan om ons daarnaar uit te strekken, naar de gave van profetie. Dus allemaal redenen om vandaag eens daarover te praten met u en met jou. En ik heb er zin in. En ik verwacht het ook van de Heer. En dat is ook een groot onderdeel van profetie. Dat we mogen verwachten dat we dat ontvangen hebben. En we lezen daar eerst een tekst van Romeinen voor. Romeinen 8, vers 32. Er staat: hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen geven. We mogen alles verwachten van God. We hebben alles ontvangen in Jezus. En Jezus heeft de gemeente ook gaven gegeven. En de gave van profetie is er één van. En dat is een hele belangrijke gave. En je mag ervan uitgaan, als je kind van God bent, dan heb je Gods geest ontvangen. En God communiceert via die geest, communiceert hij met jou en communiceert hij met de wereld. En dat zou je al gelijk al profetie kunnen noemen. Want hij vertelt jou dingen die je niet van jezelf kan weten. Of dingen die je niet zelf zou verzinnen. Of dingen die je niet, dat niet de eerste gedachte van je is om te zeggen tegen iemand. En dat is eigenlijk wat hij jou geeft. En het is heel belangrijk dat we daarin bewust zijn en bewust worden dat we dus kinderen van God zijn en dat Gods geest in ons woont en dat het woord van God daar is. Dat het woord van God in jou leeft en dat het door middel van profetie naar buiten kan komen. En dat vraagt een stukje bewustwording, dat vraagt een stukje van hoe je denkt. Hè? En als je Romeinen 12 vers 2 daarop naslaat, dan staat er: en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, van je denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Nou, en dat is eigenlijk een vorm van profetie. In de grondtekst, als we kijken naar wat er staat van wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, en in de grondtekst dan is de tendens van die zinsopbouw is eigenlijk dat het een voortdurende actie is. Dus het is niet het is een eenmalig iets. Of als je gedaan hebt, hoef je daarna niet meer bij stil te staan. Nee, het is een voortdurende actie. God laat zich meer en meer aan ons zien. Naarmate wij meer en meer ons denken in lijn daarmee brengen. En dat is die vernieuwing van ons denken. En dat is een voortdurende actie. En Paulus, de zin is ook in de dwingende, sterk motiverende vorm geschreven. En dat betekent dat hij echt aanprijst, Paulus. Dat hij zegt: doe dit nou. Doe dit nou, want dit is heel belangrijk. Dat je anders gaat denken. Dat je anders in dingen gaat staan. Dat je gaat beseffen van dat je bijzonder bent. En dat je een bijzonder iets van God ontvangen hebt. En dat je van daaruit gaat leven. En dat vraagt een constante vernieuwing van je denken. Want ons oude denken, ja, daar zitten zaken als afkeuren en niet voldoen aan. Dat zit er bijvoorbeeld in een teleurstelling of niet goed genoeg voelen.
Maar in dat nieuwe denken zit dat helemaal niet. En omdat het in het nieuwe denken niet zit, ja, kan je ook veel meer en veel makkelijker en veel beter de uitingen van God gebruiken en doen. En profetie is er één van. Laten we dan Korinthe 2 vers 5 maar eens lezen. Korinthe 2 Korinthe 5 vers 17. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Het is volledig nieuw geworden. Dus het is niet alleen maar dat je aan het omdenken bent, om maar eens een populaire denkwoord te gebruiken. Maar je bent helemaal nieuw. De Geest van God is in jou komen wonen. En die heeft je helemaal nieuw gemaakt. Dat is een hele nieuwe manier van denken. Het is een denken door de geest eigenlijk. De geest voedt dat. En daar komen dus nieuwe dingen, mag je daarvan verwachten. Het is niet alleen anders. Als je het gaat ontdekken, dan ga je denken van, hey, hoe kan het? Hoe zit dat? En hoe werkt dat dan? En daar willen we dus over praten, want het is iets, we moeten profetie wel kanaliseren, we moeten het onderkennen en op de juiste manier gebruiken. En de Bijbel zegt van, we zijn gebrekkig in ons profeteren. Nou, dat is een bemoediging, want dat betekent dat je hoeft het niet perfect te doen. Maar profetie is wel iets wat, zeker als het over mensen gaat, dat het veel los kan maken. Als jij waarheden bloot gaat leggen die mensen niet gedeeld hebben. Met het doel om ze te helpen uiteraard, ja, dan kan dat impact maken. Of als jij een profetie over iemand uitspreekt omdat je echt iets ontvangen hebt voor iemands leven, ja, dan kan het impact maken. Dus je moet ook wel een stukje wijsheid van God daarin krijgen om dat te doen. Maar daar straks meer over. Maar hoe zit het dan met die geest van God die in ons woont? Nou, we gaan nu een stukje lezen uit 1 Korinthe 2, 6 tot 12. En daar staat eigenlijk een hele belangrijke dingen in om dat te kunnen snappen. Er staat, en wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, dat zijn de volmaakten. Maar de wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Dat is mooi, hè? Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft voor onze heerlijkheid. Dat is een waanzinnig gaaf. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft, immers, als ze die gekend hadden, zouden zij de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart hart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. En dat benadrukt ook de nieuwheid ervan. Wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God voor jou en voor mij. Dat heeft hij klaar liggen voor jou en mij. En het is al openbaar. En nu wordt het wel een beetje spannend, want ja, we zijn het aan het ontdekken, maar we weten het al. Dus hoe zit dat dan? Nou, het vers gaat verder, of het schrift. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat we zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Nou, dat is best wel een beetje een heftig stukje. Want dat gaat best diep. En dat geeft ook aan hoe bijzonder het ook is. Want wij als mensen, wij zeggen niet altijd onze diepste gedachten. Wij laten ons niet altijd volledig kennen. We denken soms van situaties, denken we, daar hebben we onze eigen gedachten over. En soms delen we dat, soms niet. Maar wat er echt ten diepste bij jou, bij u en bij mij in ons hart zit, dat weet je alleen zelf. En het ligt een beetje aan het onderwerp of aan de situatie of aan wie je bent of je dat uit.
Maar je weet dat alleen maar zelf. Niemand weet dat. En wat zegt nou dit stuk uit Korinthe? Dat zegt eigenlijk, zo is hetzelfde met God. Met de geest van God. Die geest van God. Alleen die weet precies hoe God denkt. Alleen die weet precies wat hij voor ons in petto heeft. Wat hij wil. Wat hem beweegt. En wat is het dan gaaf om te lezen. Dat hij zegt, die geest heb jij ontvangen. En die geest heeft het aan jou geopenbaard. Nou, dat is iets waar we ons dus naar uit mogen strekken. Om dat wat we ontvangen hebben. Om dat manifest te krijgen. Om dat echt praktisch actief te krijgen. En echt de vruchten daarvan te gaan plukken. En daarin is profetie echt een hele mooie gave. Het is heel bijzonder en het is absoluut opbouwend. En dat is gewoon heel gaaf. Maar weet dan dat Gods geest die in jou woont. En we hebben daar, met bepaalde frequentie hebben we het daarover. Over dat we de geest van God ontvangen hebben. Maar realiseer dan dat hij dus alle wijsheid bezit. Dat hij alle inzicht bezit. En dat hij Gods hart bezit eigenlijk. Dus God heeft zijn hart door middel van de geest in ons uitgestort. Zijn liefde heeft hij in ons uitgestort, staat er in de Bijbel. En het is al in jou. Dus het is nu ontdekken van hoe gaan we dit nou eruit krijgen. Nou, Paulus zegt dus in 1 Korinthe 14 vers 39. Zodat mijn broeders en zusters streven naar te profeteren en belemmert het spreken in tongen niet. En hij noemt er twee dingen, profeteren en spreken in tongen. En dat zijn echt uitingen van de geest. En profeteren is daar het deel waar we nu over dan spreken. En hij moedig je echt daarin aan. Het is super waardevol. Sterker nog, hij zet het boven het spreken in tongen. Omdat als je profeteert, ja, dat begrijp ik, dan iedereen verstaat dat. Iedereen hoort dat. En iedereen snapt dat in 9 van de 10 gevallen. Van hé, ik hoor wat je zegt. Dus daarom is het goed om je daarnaar uit te strekken. Maar je kan daar in dat profiteren komen allerlei dingen naar boven. In je denken, afhankelijk van het onderwerp. En er zijn momenten dat je daar dus kan gaan twijfelen over je eigen integriteit. Of je eigen motivatie. Of dat je denkt van ja, is het nu wel van God? Of denk ik dit zelf? Of ben ik nu iets aan het vertellen wat ik eigenlijk wil? En dan noem ik het profetie. Dat zijn allemaal dingen die kunnen spelen in je gedachten. En dat geeft niets. Maar ik wil er twee dingen over zeggen. Want als we onderkennen dat we kind van God zijn. Als we onderkennen dat God geest in ons woont. Dan mag je daarvoor danken. Dan mag je voor je gaan danken dat je het bent, dat je een koningskind bent, dat je bijzonder bent en dat je niet zomaar bent. Je bent niet alleen maar gewenst, je hebt ook een doel in het leven. Je hebt een doel in het leven. En dan mag je voor danken dat God dat jou daarvoor wil gebruiken. En als je gaat danken, dan gaat het ook veel meer leven. Dan gaat het veel meer leven. Toen David koning werd, staat er op een gegeven moment in Samuel dat David erkende dat God hem op die plek gezet had. En vanaf dat moment gaat hij ook de rol van koning. Gaat hij er zelf ook in geloven. En het begint ook dus met een stukje erkenning. Dat is belangrijk. Erken wie je bent. Erken wat je nieuwe identiteit is. Een tweede wat ik erover wil zeggen is. Onder het oude verbond was er de tabernakel. En die bestond uit drie delen, maar twee delen die essentieel waren. Het was het heilige der heiligen waar God was. En het heilige waar de dienst door de priesters gedaan werden. Het is belangrijk voor ons om te beseffen dat wij. In die tijd was het ook zo gemaakt. En het staat in Hebreeën, dus dat gaan we zo meteen lezen. Dat gaf de geest ook te kennen dat zolang dat eerste deel waar die priesters bewogen en hun diensten deden, zolang dat nog in gebruik is, dat de weg naar de Vader niet vrij was. Dat de weg naar het Heilige de Heilige niet open lag. En met het offer van Jezus, met het scheuren van het voorhangsel van boven naar beneden, geeft de Geest juist aangegeven dat dus
de eerste ruimte in de tabernakel opgegeven wordt. En dat dus alleen de ruimte daar is waar God is. Dat is de enige ruimte nog maar die er is voor jou als kind van God. Dus jij bevindt je niet meer in een positie met afstand tot God. Jij bevindt je in directe nabijheid van God. Jij mag daar komen. En het is zelfs zo mooi, onder het oude verbond moest dan de hoge priester, die mocht daar dan wel eens per jaar komen in het Heilige der Heiligen. En die moest dan ook nog wel voor de onbewuste zonde van het volk en voor zijn eigen zonde moest hij offeren. Maar zelfs dat is niet meer. Wij hoeven helemaal niets meer te offeren. Want wij zijn constant onder het bloed van Jezus. En dat is heel belangrijk, ook met profetie, om dat te beseffen. Omdat wij constant onder het bloed van Jezus zijn, zijn we constant schoon, altijd vergeven. En zijn we dus vrij. En je moet een bepaalde vrijheid hebben om te kunnen gaan profiteren. Want alle andere gedachten die belemmeren je daarmee, die spreken over afkeur en niet voldoen. Ja, dan ga je gewoon niet profiteren. Dan ga je het voor je houden, dan ga je het niet zeggen. Dan ga je jezelf afwijzen en denken van ja, wie ben ik om dat te zeggen? Of dat soort zaken. En daarom is het goed om te beseffen, dus first of all, besef dat je kind van God bent. Dat je een koningskind bent. Dat je echt een doel hebt. En ten tweede, dat je dus in de nabijheid van God gewoon constant bent. Je bent constant bij God. Doordat de scheiding weggenomen is. Die ons niet meer dicht bij God kon brengen. Onder het oude verbond. We leven onder het nieuwe verbond. Onder het verbond van Jezus, van zijn bloed. En dat is super gaaf. En het gaat zelfs zo ver. Ik zei net van, wij hoeven ook niet meer te offeren. Het gaat zelfs zo ver. En de vrijheid die ik noemde, die we mogen omarmen. Die vrijheid die komt voort uit dat we voor ons besef ook vrij zijn van zonde. Dat lijkt een contrast te zijn met wat Paulus zegt van, er is niemand die niet zondigt. Want dat is waar. Maar wij zijn nieuwe schepsels. We zijn volledig nieuw, zoals we al eerder zeiden. En in die nieuwe identiteit, die is helemaal niet bezig met zonde. Daar speelt zonde niet. Je mag voor je geweten, zegt de Bijbel dus, vrij zijn van zonde. Dat is eigenlijk wat God voor ons wil. En als we daar vrij van zijn, als dat ons niet meer belast, ja, dan komt die vrijheid ten volle naar buiten. En dan gaan we de dingen van God makkelijker doen. Het vrij zijn van zonde, ik wil heel kort een uitstapje nog over maken. Wat wel belangrijk is als wij dus... kijk, om vergeven te worden, hoeven wij onze zonde als kind van God niet meer te belijden. Dat hebben we gedaan toen we tot bekering kwamen. En toen zijn we gewassen. Dus dat kleeft niet meer aan ons. Maar ja, sommigen hebben dat ook vertaald. Dus als we dus met elkaar omgaan en dat de dingetjes wel eens niet goed gaan, ja, dat we dan ook een soort van daar net doen alsof dat niet gebeurd is. Maar dat is niet hetzelfde. Dat is niet voor je geweten vrij zijn van zonde. Dat is gewoon, ja, dan heb je je gewoon lomp gedragen. En dan is de weg nog steeds om gewoon met elkaar te zorgen dat het in orde komt. En als je dat dan noemt, elkaar je zonde belijden, nou, dan is dat zo. En dat is ook prima. Maar dat is niet om de vergeving van God te krijgen. Dat is om de liefde van God te laten zien naar elkaar toe. Dat je zegt van, dat was gewoon niet oké wat ik daar deed. Hè? En dan kan de relatie ook weer hersteld worden. En die zal dan ook herstellen. Dus dat even als zijsprongetje om geen rare dingen de wereld in te helpen. Maar bij God is het dus anders. Bij God mogen we vrij zijn voor ons geweten van zon. Dat drukt niet meer op jou en mij. En dat is geweldig. Dat is geweldig. Want dat brengt de vrijheid van denken. Ze zeggen wel eens tegenover mensen dat ze mensen met een vrije geest. Dat zijn de mensen die met de mooiste ideeën komen. In deze wereld al zonder God. Nou, en zo is het met ons ook. Alleen dan keer heel veel. Want Gods geest is natuurlijk, dat is God. En die is almachtig. En die woont in jou. En die kan jou in die vrijheid die hij jou gegeven heeft. Of beter gezegd, die het offer van Jezus jou gegeven heeft. In die vrijheid kan hij jou super goed gebruiken. En kan hij jou de mooie dingen van God laten zien. En die mag je ook uiten. Nou, en dat noemen we dan profetie. Ik lees een stukje uit Hebreeën 9. Hebreeën 9, 1 tot 10. En dat gaat over wat ik net verteld heb. Dat het even met de Bijbel wel even onderbouwd wordt. Hè? Dat is wel handig. Nu had ook het eerste verbond, bepalingen voor de eredienst en de heiligdom voor deze wereld.
want er was een tent ingericht, de voorste waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden. Deze werd het heilige genoemd. En achter het tweede voorhangsel was een tent genaamd het heilige der heiligen, met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden de gouden kruik met manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond. Daarboven waren de gerubs der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. En hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Dit was dan zo ingericht en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent. Maar in de tweede alleen de hoge priester, eenmaal in het jaar. En niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonde van het volk in onwetendheid bedreven. Daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag. Zolang de eerste tent nog bestond, en dat was het zinnenbeeld van de tegenwoordige tijd, of ook de tijd die toen daar was, in zoverre gaven en offers gebracht werden die niet bij machte waren hem die God daarmee dient voor zijn besef te volmaken. Nou, en hier staat het dus eigenlijk, hè, dat alles wat daar gedaan werd, het was een afschaduwing van hoe het moet zijn, hè, dat we met offeren vrijgemaakt worden, maar het was het niet. Die offers konden dat niet. En het offer van Jezus kan het wel. Het offer van Jezus, en als we dan bij vers 9 blijven, is bij machte om ons voor ons besef te volmaken. En dan onbelast zijn. En dat is super gaaf, maar wel ook heel essentieel. Want daar vloeien heel veel bedieningen in de gemeente en heel veel mooie dingen die God geeft, die gaan daardoor leven. Maar de geest is dus vrijheid. Dus hoe gaan we nu profiteren? Hoe gaan we dat doen? Nou, het begint met, ga gewoon in gebed en vraag persoonlijke openbaring aan God. Wat hij door je heen wil doen door de geest. Daar begint gewoon mee. Gewoon met God praten. Gewoon, en doe het gewoon in Jip en Janneke taal. En ga niet met zoals Paulus zegt, met de omhaal van woorden. Het ingewikkeld vroom gepraat. Allemaal niet nodig. Gewoon zeggen, Heer. Wat heb je van mij? Wat heeft u van mij? Wat mag ik hierin doen? Wat mag ik hierin betekenen? En stel je ervoor open. He, want dan gaat de geest ongetwijfeld, ben ik van overtuigd, die gaat door jou werken. Want dat wil die het liefst. Wees bewust van wie je bent in Jezus. Dus laat je alle aanklacht die speelt, want zeker als we gaan profiteren, dat is eigenlijk hetzelfde eigenlijk met als we met genezing bezig zijn, dan komt de aanklager die komt en die wil dat jij het niet gaat doen. En die wil ook laten weten dat jij niet geschikt bent en hoe het dan allemaal niet zou moeten. Maar besef wie je bent. Je bent een koningskind, je bent de autoriteit in de geestelijke wereld. En God wil door jou de mensen bereiken. En wees niet bang om het verkeerd te doen. We hadden het in de kring van de week over. Als je profiteert, profiteer dan biddend. Klinkt een beetje raar, maar je bent dan niet meer met jezelf bezig. En dat is eigenlijk key. Profiteer biddend dat het woorden van God zullen zijn. En dat het niet jouw eigen interpretatie kan zijn. Want dat kan ook soms best wel een dingetje zijn. Maar ga niet direct van alles roepen. Het begin van de preek gezegd van het is gevoelig. Mensen kunnen beschadigd erdoor raken. Is ook in het verleden gebeurd. Dat wil niemand. En wetende dat ons profiteren gebrekkig is. Wees er dan ook wijs in. En je zou ook gewoon heel open met de persoon, als je over een persoon iets gaat zeggen, daar gewoon open over kunnen zijn. Van joh, ontvang het, maar bid er ook voor. En toets het gewoon. Dat zet jou een beetje buitenspel. Want jij bent in principe alleen maar een kanaal van de Heilige Geest. En zo mag je er ook met elkaar over praten in alle openheid en bescheidenheid. En wees ook wijs. Niet elke profetie is goed om op elk moment te roepen. Daar moet je echt een stukje guidance in krijgen. Daar moet je een stukje wijsheid in krijgen. En ga er ook zo mee om. Les is mooi. Ja, want je krijgt ook wel eens indrukken en dan ga je interpreteren en dan ga je nadenken. En hoe meer je zelf daar aan gaat sleutelen, hoe minder het eigenlijk duidelijk wordt voor de persoon tegen wie het vertelt. En ik durf te zeggen, hoe meer ratio er ook bij komt kijken. En dan doe je zelf af aan de boodschap
van God die eigenlijk 9 van de 10 keer heel simpel is. Ook als je tegen iemand zegt van jij bent geliefd, dat kan al een profetie zijn. Dan hoef je niet 36 bijbelstukken nog bij te vertellen. Dat mag je gewoon zo zeggen. En dat kan die persoon zijn leven veranderen. En daar is het ook voor bedoeld. Dus wat ook heel belangrijk is, en dat is eigenlijk het laatste wat ik erover wil zeggen. Enjoy. Geniet ervan. Ervaar gewoon de vreugde ervan. En, want het is iets moois, het bouwt jou op. Als je ervaart dat anderen opgebouwd worden. En dat is het meest bijzondere wat er is. Omdat jij dan bevestigd wordt dat je goed genoeg bent. Omdat God door jou heen wil werken. En dat is het bewijs daarvan. Dus het is ook nog een reden om je uit te strekken naar profetie. Los van de redenen die Paulus ook al noemt. Maar het bouwt jou zelf ook op. Dus ga ermee aan de slag. Het is voor jou. Wees er wijs in. Maar vooral geniet ervan. En verwacht het dat je het hebt. Verwacht het dat je het kan. Want het is eigenlijk Gods kunnen. Het is jouw kunnen niet. Jij bent alleen maar de spreekbuis dan op dat moment. Dus ga ermee aan de slag. En geniet ervan. Amen. De zegen van vandaag. Daar ga ik eigenlijk alleen een stukje uit de Bijbel voor lezen. Dat is denk ik goed voor vandaag om het op die manier te doen. En dat is een stuk uit Spreuken 8. En dat is vers 24 tot 35. Toen er nog diepe wateren waren, was ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water, voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. En toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte, en toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die in mijn wegen in acht nemen. Luister naar mijn vermaning en word wijs. Verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert. Door dag aan dag te waken aan mijn poorten. Door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, vindt het leven. En verkrijgt de goedgunstigheid van de Heer. We hebben het leven ontvangen en wij leven in de gunst van God. In de gunst van Jezus. Amen. God is the Lion of Judah.
Judah is roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chain, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. So open up the gates, make way before the King. Is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion, the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before you. Our God is the Lamb, the Lamb that was slain. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord?